Is de ploeg hier afgetroefd door Helmond Sport? Ja, als je het zo mag stellen wel. Als je ziet hoe Helmond gespeeld heeft vanaf minuut 1, dan hebben wij daar heel weinig over gesteld. Maar hoe komt dat? Je wint afgelopen wedstrijd met 7-0 thuis van Volendam en dan ga je hier het schip in bijna. Ja, dat komt omdat Helmond een goede ploeg is en Helmond 1-op-1 speelt met veel duelkracht. En gewoon beter was. En als je daar niks tegenover zet, ja, dan krijg je dit soort wedstrijden. Dus je moet vooral naar onszelf kijken. En als je ziet dat we daar vandaag aan hebben gedaan, dan is dat te weinig. De eerste helft, ja, bij Vlaag leek het wel of NAC stil stond. Ja, dat is ook wel een beetje het probleem in de beginfase van de voorbereiding en de eerste wedstrijden. Dan zag je dat ook een beetje terugkomen. Daarna hebben we het goed opgepakt. En dat hebben we vandaag niet teruggezien. Dat is heel jammer. Ja, na rust krijg je die storm zeg maar, van Helmond Sport. De eerste goal ook in de 47 minuten, een corner. Wordt dan binnengekopt. Hoe heb jij die beleefd? Corner van Mounir, tweede paal. Ja, hij kopt hem vrij binnen op de paal. En op de paal via mijn hand valt hij binnen. Die goal valt heel ongelukkig. Voor mij in de 47e minuut al. Ja, dan moet je erachteraan. Dat hebben we ook niet goed gedaan. Nee, want de betere kansen waren daarna meteen ook weer voor Helmond Sport. Ja, Helmond Sport heeft een aantal goede kansen gecreëerd en daar zijn we graag een paar keer goed weggekomen. Ja, nogmaals, we mogen blij zijn dat we nog een puntje hebben gehaald, denk ik. Maar het mag eigenlijk niet gebeuren dat NAC op alle fronten wordt afgetroefd? Nee, dat mag zeker niet gebeuren. Alleen dat is de voetballerij. Als je een ploeg tegenover je hebt die al die facetten wel goed doen, ja, dan moet je dat hetzelfde tegenover zetten. Als je dat niet doet, dan krijg je een probleem. Is er een wake-up call weer? Nou, wake-up call vind ik een beetje raar, omdat je die wake-up call in mijn ogen al hebt gehad tegen Volendam en Eindhoven. En daarna zijn wij nogmaals goed teruggekomen, hebben twee goede wedstrijden gespeeld, waar wel enorm veel strijd en goed voetbal in zat. En dat heb je helaas vanavond niet teruggezien. Maar ik bedoel eigenlijk qua wake-up call dat ja, jullie team moet beseffen dat dat elke week gebracht moet worden, zeg maar, strijd en inzet. Want anders kom je niet ver in de Jupiler League. Ja, alleen dat kleine stukje is moeilijk om dat zo eventjes in de kopjes te printen. Dat zit van nature al, moet het al een beetje inzitten. Ja, als dat niet inzit, ja, dan is dat lastig. Ik denk als je iedereen op de man afvraagt van waar dit seizoen om draait, dan zal iedereen zeggen het kampioenschap. Alleen als je dat vanavond terugziet, ja, dan is dat te weinig. Dus dat stukje, dat ontbreekt. Alleen dat is er nog een gebrek aan mentaliteit? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar nogmaals, van nature kan het in je zitten. De mate dat je wat ouder wordt, komt dat ook wel weer een beetje in. Ja? Alleen dat kleine stukje is gewoon heel moeilijk om dat te trainen. Ja, ik hoorde jullie trainer in de rust en die ging tekeer, hè? Maar dat was aan doofmans oren gericht. Nou, hij was terecht boos en sprak ons naar mijn mening goed toe. Op dat moment hadden we dat nodig, alleen ja, nogmaals, als je dan zo de rust uitkomt en eigenlijk nog een slechtere tweede helft speelt, ja, dan is het de vraag dat het wel goed aan is gekomen bij ons.